Spieren, Marieke's jonge zoon. Een Hoi. Jongen en een pampe, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Benen krekken leek als een oor. Maar toch had Proost. Ze me klaar. Ja, is een heel speciaal. Fiskje. Pier had op zijn jiddy een angel kregen. Een angel met alles erop en eroan. Als Marieke de orendijs bij hem komt, had Pier maar één doel. Hey Marieke, gies mij te visken. Maar die nieuwe angel? Ja, leuk. Waar wil zinnen? Naar de vijver in het parkje. Oké, zis ik het even in uw mem. Ja, dan zie je ik intussen een paar wierms. Pier had al gauw een paar dikke wierms in een bakje. En dan rent de keuken in. Mem, mij wil een amer mij, hè? Een amer? Waar voor dat? Voor de visk. Wij gaan naar de vijver te visken. Oh ja, dat is goed, jongen. We passen je wel goed op bij het wetter. Ja, jer. Dus wij eten jong visk? Ja. Ja, er zit een soort visk in de vijver. Misschien haak ik wel een amer vol. Maar dan kreeg het Marieke ook wel wat mij naar huis. Even letter steen Pier en Marieke al bij de vijver. Ze hebben een mooi plakje voor. Bij een palerijt. Hier zit de meeste visk. Hoe is het dat? Gewoon, dat is zo. Dat weet ik. Hast er wel eens jelle visken? Jawel. Een keer muisheid. Wist dat hoe het mat? Gewoon een wierm onder heek. En dan maar wacht je, want als biedt hast. Een wierm onder heek? Hoe bedoelst? Nou, gewoon. Hingen ze een wierm onder heek en dan gooien ze hem in het wetter. Maar hoe hingen ze een wierm onder heek? Nou, stek die heek in die wierm en... Stekken? Ja, hoe moest dat oostwaan? Maar waar stekst hem dan? Gewoon, vaar in de wierm. In zijn kop? Stekst hem gewoon in de kop? Een wierm had geen kop. Oh nee, hij kroep toch vooruit. En hij had een bek. Maar geen negen. Nee, maar wel een kop. Van zelfs had het beest een kop. Hij kan toch zeg tinken? Tinken? Wat denkst je dat een wierm tinkt? Hij denkt er even net. Ha, fijn, ik krijg een heek in de kop. Pier had intussen het snoer voor hem in de gaslijn. Hij kreeg het de heek in de ene hoorn en met de oorhoorn pakte een wierm uit het bakje. De wierm kronkelde het om zijn vingers heen. Zie nou, hij doet al bang. Zet dan maar even de andere kant op. Ik vind het net leuk, Pier. Haast hem er al aan? Ik ken het heksen. Wat zou dat wierm kunnen tinken? Misschien piepen te wel als hem stekst. Piepje? Hast toch wel eens een wierm piepje, Jert? Nee, maar ik ga echt nog nooit een wierm zien. En ik zou het echt niet kennen. Marieke? Ja, wat dit er? Ik leeuw... Wat er? Ik leeuw... Ik dwar het net meer. Als we aan het eind van de middag thuis komen, stiet Mem in de keuken te bakken. Nou, hoe liggen het maar de vangst? Nee, maar heel lang geen biet hoorn. Oh, dat is nou spietig. Maar dat hindert niet, ja. Zo, ik heb intussen even naar de visboer geweest, want ik was al bang dat we gewoon een amer vol net genoeg gaan zoen. Hé, hebben we aasen toch nog een lekker mieltje visk.